Kwaad. Herr Hommer. Ja, denkend aan Showroom, denk ik aan mijn vader, Daan Modderman. De buren kunnen niet zien of ik een vuil hoedje op heb, of een gescheurde broek, of dat ik op klompen loop als ze zich daar aan storen. Dus de naaste buurman woont 20 minuten lopen. En de andere buurman is 25 minuten lopen en die 's nachts nooit thuis, want dat is een café. En wij zijn zo vrij als een vogel. Moderne gemakken kent het huis niet. Er is geen elektriciteit. Geen waterleiding. Arbeid adel. Ik heb een klein televisietje, dat loopt op een accu, op een auto-accu. En gaat het altijd goed? Ja, als de accu leeg wordt, wordt het beeld steeds kleiner. Op het laatst is net een briefkaart. Wij moesten hier filmen met een enorm groot aggregaat moeten neerzetten. Telefoon heeft u ook al niet? Nee. Ik heb een tijd, toen ik de honden van de jachtvereniging had, had ik wel telefoon in huis, zat ik in Leusden. En toen heb ik eens opgeteld en van de 100 keren belden ze me 90 keren op omdat ze wat van mij wilden weten, om een dienst. 5 keer voor kletskoek en 5 keer om iets aan te bieden. Nou, daar vond ik de moeite niet om daar een telefoon voor te halen, vond ik te duur. Dus heb ik een, en daarom mis ik hem ook niet. Daan Modderman is een paardenman. Hij was koetsier, handelaar, fokker, jockey, master bij de jacht, keurmeester en ga zo maar door. U heeft uw hele leven in de paarden gezeten. Weet u nou ook iets van het innerlijk van een paard? Het innerlijk van het paard, dat leer je meestal kennen via de paardenslager. Dan gaat het in de pan. Wij hadden vroeger, het is geen leuk idee misschien, maar als er bij ons een renpaard stuk ging, ik heb een tijd in een renstal ook gewerkt, dan ging die naar de paardenslager en dan kregen wij altijd nog een kilo biefstuk, kregen wij cadeau van de slager. Dus u heeft wel paardenvlees gegeten? Oh ja. Het is een wonder dat ik niet ben gaan hinneken. Ja. Vindt u dat geen rot idee? U houdt zoveel van paarden. Kijk, als het paard 1 keer dood is en ze worden niet... Kijk, jonge paarden eet je natuurlijk niet. Maar als een paard verongelukt is of hij is niet meer bruikbaar... dan gaat hij voor de consumptie. En dan heb ik er niks geen bezwaar tegen. Paardenrookvlees is veel lekkerder dan koeienrookvlees. Koeien vind ik ook lieve dieren. En die eten we toch ook? Er zijn wel mensen die zeggen... Nou, ik heb liever met dieren te doen dan met medemensen. Vindt u dat ook? Vaak wel. Ik wil niet persoonlijk worden. Wat het mannelijke element betreft wel. Het vrouwelijke element niet. Hoe bedoelt u dat? Dat ik vind algemeen vrouwelijke mensen... vind ik zeker zo leuk als leuke dieren.
En mannen niet zo gauw. Met mannen denk ik dat dieren leuker vinden. Ze zeggen wel dat mensen die vaak met paarden omgaan, naar paarden ruiken. Hè? Dat die paardenlucht bij zich hebben. Ja. Is dat waar? Ja, dat is eigenlijk een groot voordeel. Want ik heb altijd veel huishonden gehad. En honden, vooral in de bossen, lopen altijd heel gauw vlooien op. En nu hebben mensen en honden vlooien, want honden vlooien gaan op mensen, die hebben een uitzonderlijke hekel aan paardenlucht. Dus als je de hele dag in de stal bezig bent, dan ga je naar die paarden ruiken. En dan lopen de vlooien 's nachts over naar moeders. En moeders ruikt lekker naar de gestampte pot, dus die heeft dan altijd jeuk natuurlijk. Ja, dat is voor haar natuurlijk minder prettig, maar het is voor ons wel makkelijk. Daar ligt hij nou, meneer Modderman? Ja, jammer, hè. Toen ik 5 jaar was, ben ik hier aan de hand van mijn moeder voor het eerst gekomen. En toen stond hij er al, in al zijn lengte. En ik heb hier 41 jaar gewoond. En het was elke dag was het weer dagboom. En ja, dus hij zegt niks terug. En dat is het beste altijd, dan hou je het langste vriendschap. Maar verleden week hebben ze me laten vallen. Waarom? De tijd was om. Zo gaat dat. Vindt u het vervelend dat hij zo lang blijft liggen? Aan de ene kant herinnert hij mij natuurlijk voortdurend aan zijn val. En aan de andere kant ben ik net als een weduwe die geen afstand kan doen van het lijk. Ja, en dan zeg je, zolang die er nog is, is het nog onze boom. Als zo'n boom valt, denkt u dan ook aan uw eigen leven of niet? Of? Oh ja, meer dan anders. Ja. In het boek Daniel, meen ik, staat het ook. 70 jaren zijn die van het mens. En 80 voor de hele sterke. En nou, ik ben wel aan het laatste hoofdstuk toe. Ja, maar dat is dikwijls het boeiendste. Ja? Tenminste, nee, anders zouden mensen niet altijd... Vrouwen beginnen altijd met het laatste hoofdstuk te lezen. Dus dat moet het boeiendste zijn. Ja, we zijn sterfelijk en dat is logisch. Ik geloof niet dat als je 150 jaar, 160 jaar kon worden... dat je het dan nog, dat je nog aan kon passen. Zou u dat willen, eigenlijk? Nee, want dan ging ik met de achterkleinkinderen van mijn vrienden bejachten. Dat lijkt me niks. Hij heeft geen contact met mij. Maar ook niet als u nog zo was als nu, zo gezond enzovoort? Nee, want ik kan niet bejachten. Hoe komt u aan die koets? Dus ik dacht tegen die tijd dat ik aan de beurt ben, dan zijn ze er niet meer, die lijkwagen. En toen kon ik bij een vriend, een rijtuighandelaar, kon ik er nog een kopen die niet te duur was. Die kwam uit de Betuwe. En dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk voor eigen gebruik, zoals dat dan heet. Het is het grootste rijtuig dat ik heb, maar hij is eigenlijk voor één persoon. Voor één passagier bedoeld. Zijn er geen mensen die dat een beetje vreemd van u vinden? Dat u dat zo regelt van tevoren allemaal? Ik weet niet wat vreemd is. De meeste mensen spelen met zichzelf verstoppertje. Die willen niet weten dat er aan hun leven een einde komt. Nou, dat is heel dom, lijkt me. En de Chinezen, heb ik gehoord, die hebben altijd hun lijkkist al in huis staan. Voor het geval dat het gebeurt. Want niemand weet wanneer die opgeroepen wordt. Maar toch kan ik me voorstellen dat bepaalde mensen daar moeite mee hebben. Ja, dan zijn ze misschien verkeerd opgevoed. Als kind zongen wij al, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, nog krachtloos is en teer. De stormwind komt, haar stengel knakt, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar zelfs niet meer. Dat zegt de psalmdichter. En als je daarmee groot geworden bent, dan vind je het vanzelfsprekend dat je ook eens een keer olie in je lijkwagen doet. Dat is toch logisch? Thank you.
Hebt u testamentair laten vastleggen dat u in deze koets begraven wil worden? In deze hoeft niet. Ik heb testamentair laten vastleggen dat ik met paardenwagen wil worden begraven. En als mijn... Ik ben er niet meer bij natuurlijk. Of tenminste alleen het omhulsel. Maar als mijn kinderen mij per blikken limousine weg willen rijden, dan zijn ze meteen onterfd. Daan Modderman was ontdekt. Hij verscheen in radioprogramma's van Rick Velderhof en in het televisiepanel Daar zeg je zo wat. Toen ik dus vrij was, niet meer onder het ouderlijk juk zat, toen noemde ik mijn eerste melkgeiten, die noemde ik naar de eerste meisjes waar ik verliefd op was op school. Ja, want dan kon ik ze dus ongestraft aaien en met ze praten en zo. En die hebben ook heel lang geleefd, dat waren er twee. Later ben ik op andere namen overgegaan. Had altijd iets te maken met de manier waarop ze bij je gekomen waren natuurlijk. Op een gegeven moment toen kwam er ineens, wij hadden van zomer de ramen stonden open, kwam er een hele mooie kleurkanarie binnenvliegen. Een hele mooie. Enfin, en wij gouden ramen dicht. En ik van mijn vrouw naar de stad om een kooi te kopen. En toen begon die te zingen en te zingen en te zingen. Zegt mijn vrouw, moet een naam hebben. Ik zeg, nou, magnifiek. En ik was een kleurkanarie, donker oranje. Zeg, dat is Willem van Oranje, klaar. We hadden nog geen week en toen kwam mijn overbuurvrouw en zei, Daan, ik heb gehoord, jullie hebben mijn kanarie gevangen. En die kom ik even terughalen. Ik zei, Jan Dorie, ben ik net gewend aan Willem van Oranje en dan gaat hij weer weg. Mijn vrouw huilen, dus ik naar de stad. Ik een nieuwe kleurkanarie gehad, ook een oranje, mooie mankanarie. En ik haar trots aangeboden. Ik dacht, nou zal het mensen wat dolgelukkig zijn. En toen zei ze, hoe moet die heten? Ik zei, nou even kijken hoe ze zich gedraagt. En hij zat 3 dagen en hij floot nooit. Zei ze, hoe heet hij nou? Ik zeg, Willem de Zwijger. Ja. Echt waar. Nou, later is hij gaan zingen. En toen hebben we Frederik Hendrik gehad en Maurits. En Amalia van Solms. Een hele gezellige oranje. Ze hadden mij thuis geleerd dat in het huwelijk is het 80% geven in de hoop dat je 20% terugkrijgt. Nou, en als je dan rekent dat mijn vader een bankier was, dan vond ik dat een hele rare les die hij deed. Ja. Als u nou wel Hongaars kent, dan is dit het lied van de Rode Pinksteren. En dat is zo, met de velden waren rood van de bloemen met Pinksteren. En toen leerde ik haar kennen. En dat was een geweldige liefde. Maar na een jaar, toen de velden weer rood waren van de bloemen, was het weer Pinksteren. Toen liet ze me in de steek. En daarna, dan wacht je elk jaar opnieuw als de velden rood worden van de bloemen met Pinksteren. En dan komt ze niet meer terug, nee. En zo is dat met mij ook gegaan. Ik trouwde deze mevrouw. Ja, paarden die kan je verkopen als het niet meevalt, hè. Dat is de handel. Maar met een vrouw en dan ben je zo blij en dan koop je gouden muziek. En dan is het altijd piros, punko, snap je aan. En op een gegeven moment krijgen ze heimwee. Ja. Willen de poesta zien en echte mannen. En niet in Scheveningen waar het zand in je ondergoed gaat zitten en zo. Zij weg en ik had mijn business, dus ik bleef alleen achter. En elk jaar als het weer Pinksteren is en de bloemen staan rood in de tuin, dan denk ik, piros, punkeus, napja. En ze is nooit, ja, ze is nog 1 keer teruggekomen. Maar toen was ik al vader van een ander. Op een bijeenkomst van Showroom ontmoette Daan Modderman
pastoor Verhaar. Eén van de laatste representanten van het blijde, rijke, Roomse leven. Zou u pastoor willen zijn? Nee, want dat was voor mij een vreselijke strijd geworden. Want als ik pastoor had moeten worden, dan had ik dus een gelofte van kuisheid moeten aanleggen. Als je nu maar over heel weinig hormonen beschikt, is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Maar mijn tweelingbroer en ik zijn eeneier. En hij heeft altijd gezegd dat ik zijn hormonen erbij had gekregen. Als ze zeggen tegen mij, wat is eigenlijk jouw hobby? En dan zeg ik altijd, het moet levendig, warm aanvoelen. En het moet behaard zijn. Dat is mijn hobby. En dat zijn dan paarden. Humor, dat is iets wat je niet verwacht. Als ik natuurlijk gewoon zo hier zit, dan zit er niks geen humor aan. Maar als ik nou ineens een feestneus op zou zetten, dan zouden we misschien lachen. Dat is dan iets wat je niet verwacht. Van de pastoor zeker niet, nee. Nee, want nou, neem nou voor, want ik lees nou vanochtend met die kalender, lees ik altijd die grapjes van de kalender. Dat is een duidelijk teken van humor. Dan vraagt de onderwijzer aan die kleine jongen, wie was de vrouw van Noé? Toen zegt de jongen, Jeanne d'Arc. Nou, dat is geestig, hè? Jeanne d'Arc. Nou, die leefde 3000 jaar later. Die knul zegt meteen, Jeanne d'Arc. Nou, van de Ark. Ja. dat is humor. Dat verwacht je niet. Ja, je verwacht eigenlijk niks, maar dat verwacht je helemaal niet. Er staan er 3 van die grapjes op de kalender. Het eerste, maar ook leuk. Gaat er een boer, die gaat een foto laten maken in de stad. Toen zegt die fotograaf tegen hem, moet het zijn een borstbeel of een kniestuk? Nou, zegt hij, als het enigszins kan, heb ik graag mijn hoofd erop. ook niet kwaad. Dat is humor, dat verwacht je niet. Oh, daar wou je wat over horen, over de huurzondrichten. Nou, kijk eens, dat was vroeger zo. Dan moest je als kapelaan je huwelijksonderrichting geven. Dat werd dan gedaan in de biechtstoel. Een bepaald patroon had je ervoor. De grootste dingen, die zei je dan. Nou ja, toen was ik net kapelaan. Toen was er een paterkapelaan, een hele oude pater met zo'n grote, dikke baard. En die zei, ja, zeg ik tegen die pater, ik moet weg, want ik moet die mensen huwelijksonderrichting geven. Toen zei die pater, nou, haast je me niet, want ze weten er meer vanaf als jij. Maar ik ging even goed toch de huurzondering krijgen. Dat moest je dan doen. Dit is een gewone kamer bij u in het huis. Ja, hier doe ik dan als ik nergens anders heen hoef, doe ik hier 's morgens de heilige mis. In uw eentje? In mijn eentje zo, ik sta om 6 uur op. En ongeveer 7 uur doe ik dat ergens mis. Dan zeggen ze wel, ja, dat is eenzaam en alleen, maar dat heb ik aardig opgelost. Want de ergens mis is uiteindelijk de nutte van alle mensen. Dus ik sta hier zo gezegd met 4 à 5.000 miljoen mensen. En dan heb ik hier nog een huisdier, een kat. Hij weer 35 pond, een grote kat. En dat beest is me zo trouw, die loopt me achterna. Ja, dan jaag ik hem niet weg. Want dan denk ik aan de psalm. Alle dieren prijst de Heer. En dat doet hij ook, want het is een schepsel van God. Hij zit erbij. Hij zit erbij? Ja, dat eigenlijk in de kerststal zie je ook een os en een ezel. Ook 2 dieren. Dus ik zag maar, dat kan die kat. Hij zit zo devoot erbij, dus dat laat ik dan maar zitten. En dat geeft ook toch een idee dat alles samen, de eenzaamheid van de priester, ook als je alleen de heilige mis leest, eigenlijk niet aanwezig is. Hoe heet de poes? De poes heet Bruno. Ik onderhoud hem goed. Hij weegt 35 pond. Alsjeblieft. En eet iedere week 6 pond wijting. Een echte pastoorspoes, hè? Ze zeggen wel eens, onder de kromstaf is het goed leven. Dat is, maar ik ben geen bisschop, dus ik heb geen kromstaf. Maar ik geloof bij het bestuur ook eens om goed te leven. Althans, voor mijn kat. Gaat u eens een eindje met hem rond? Ja, je gaat dagelijks met me de tuin in. Dan houden we wedstrijd.
wedstrijd, wie het eerste er is. Hij wint het af en toe. Dan laat ik hem winnen, dat vindt hij leuk. Af en toe win ik het. Anders wil hij niet meer. Nou ja, goed, je ziet het hoe rustig of die kat is. Het is een beeld van de vrede. Wat is er nou meer? De mensen willen allemaal vrede. Als ik naar die kat kijk, dan voel je je al vredig. Toen was ik in Voorburg. Toen werd ik s'nachts om 4 uur werd ik opgebeld. Toen moest ik onmiddellijk naar de spoorbaan, want er was iemand overreden op de spoorbaan. Dan was de dokter was ook opgebeld, dus die kwam me halen. Dan gingen we samen naar die spoorbaan. En toen lag er op die spoorbaan iemand waar ze 2 benen afgereden, net boven zijn knieën. Maar die waren helemaal afgebond. Ik zeg tegen die dokter, moet u nou nog eerst wat doen? Toen zei hij, nee, zegt hij, ik hoef niks te doen. Kijk, die man die blijft leven. Want die spoorbeambten, die hebben eerst hulp bij ongelukken, die weten dat. Die hebben onmiddellijk afgebonden. Dus hij bloedt niet dood. Ik heb natuurlijk wat met die man gebeden. Maar inderdaad, nou, een maand kwam ik die man tegen. Hij zat in een wagentje, maar tot boven zijn knieën was hij zijn benen kwijt. Maar verder was hij springlevend. Dus dat vond ik nou wel aardig dat hij het er levend afgebracht had. En hij had ook weer de grootste schrik. Hij zegt, ja, ik ben een hoop kwijt, zegt hij. Maar het meeste heb ik nog. Je hebt gelijk. Ik zei, je bent net als die man met die bochel. Toen zei ik, hoe gaat het? Toen zei hij, nou, het gaat best. Het ergste heb ik achter mijn rug. Ja, de bochel. Nou ja, dat is ook waar. Nou, ik heb er één gehad, die moest iedere dag bediend worden. Maar die kreeg elke keer een hartinfarct. Toen kwam ik 's ochtends aan, had ik hem bediend. Dan kwam ik vanmiddag 's middags weer op de fiets tegen. Dan schreef hij uit de verte, hallo kapelaan, ik ben er weer bovenop. Ja, ik zie het. Volgende dag werd ik weer opgebeld. Had hij weer een hartinfarct, dacht hij weer dat hij dood ging. Nou ja, dat heb ik dan 1 keer of 10 gedaan. Ja, in stervensgevaar. Ik zei, nou schijk er toch uit. Ik zei, want je bent nou genoeg bediend. En dan had ik nog een hele oud vrouwtje, die was dan 95. Die moest ieder jaar bediend worden, die ging dood. Altijd was ze bang dat ze dood ging, elk jaar. En toen zeg ik tegen die dokter, ja, ik zeg, dat kan toch niet meer. Ik zeg, de mensen toch ieder jaar niet bedienen. Hij zegt, nou, ik zou ze maar bedienen, want als je ze niet bedient, dan gaat ze zeker dood. Dat was zo ingeheid in dat mens. Nou, u doet daar heel laconiek over, hè? Ja. Ja, wat wou je daarop zeggen? Ik denk dat als mensen dat zien, dat ze wel eens denken, nou, ja, is dat nou een pastoor die de stervende kon bedienen en dan zo'n verhaal erover heeft? Ja, dat is dan natuurlijk, kijk, dat is de humor in het leven. Dat heb je op alle gebieden. Je kan natuurlijk, de zaak is ernstig, maar met humor kun je soms meer bereiken. Als alleen met ernst. Ik hou er niet zo van, omdat, kijk, die mensen zijn allemaal zware dingen, allemaal moeilijk. Maar ja, uiteindelijk, wanneer die mensen bediend zijn, dan geloven wij toch dat ze naar de hemel gaan. Dus dat is toch de bekroning. Ik heb 1 keer een bidplaatje voor iemand gemaakt. Dat was een erg blije vrouw. En toen had ik een bidplaatje gemaakt. Toen zei de familie, ja, pastoor, maar het is veel te vrolijk voor een bidplaatje. Nou, toen heb ik gezegd, kijk eens aan, het was een blij mens. En ik ben overtuigd dat ze in de hemel is. Ja, waarom zouden we dan eigenlijk... Ja, ik begrijp wel dat het natuurlijk een gemis is. Maar dat nou al te bedroefd hoef je er ook niet te wezen. Zelfmoord, ja, dat heb ik al wel een paar keer meegemaakt. Er was een huismoeder, die had er erg opgehangen. Had er meteen spijt van. Ze hing nog niet aan de spijker, Henk, of ze wouden weer af. Is er gelukkig nog gelukt ook. Maar er zijn ook wel eens gevallen geweest zijn dat het niet zo afliep. Ja, er zijn natuurlijk treurige gevallen. Ik heb toch zijn tuinmannetje gehad. Ja, die kwam dan bij mij in de tuin werken. Een vrolijke man. Ik denk, dat is niks aan de lucht. Kijk, ineens bericht. Hij heeft ze vanmiddag opgehangen thuis. Ik zeg, ja, dat is dat toch jammer. En die man had natuurlijk moeilijkheden. Maar wat nou zo'n man is met me gepraat, dat had ik hem misschien kunnen helpen. Maar dan doen ze dat niet. En dan gaan ze naar zo'n zolderkamertje. Dan hangen ze daar op. Ja... Kijk, de mensen die er eigenlijk van het leven beroven, dat is volgens mij de makkelijkste weg om ze in de hemel te halen. Want die weten ook niet wat ze doen natuurlijk. Nee. Ik heb zo ook gehad, die mensen die daar... Als je toch zo hier zit, dan ga je eigenlijk toch niet van het leven beroven. Als je nuchter bent, doe je dat niet.
Dus die mensen die hebben allemaal een soort afwijking. Die dragen wat leven boven. En dan zegt God weer, vooruit maar in de hemel. Want je weet toch niet wat je doet. Ze komen wel in de hemel? Ja, volgens mij wel. Natuurlijk ook geen goos leren, hoor. Maar ik heb ook mijn eigen overtuiging. Ik vind God is eindeloos barmhartig. En dat staat in het boek van de wijsheid. Heb goede gedachten over ons weer. En dat is het. Je moet, als je goede gedachten hebt over ons weer, dan ben je altijd blij. Dan loopt het altijd goed af. Heeft u nou in uw leven als priester nooit eens getwijfeld? Nee, ik heb nog getwijfeld aan onze weer, nog aan mijn eigen, nog aan de mensen. Om het duidelijk te zeggen. Aan onze weer hoef je nooit te twijfelen, want die willen altijd het beste. En de mensen hoef je ook niet te twijfelen, want ze zijn uiteindelijk nog zo goed als allemaal van goede wil. En aan mijn eigen hoef ik ook niet te twijfelen, want ik bedoel het ook goed. En het geloof, dat is voor mij absoluut zeker. Er zijn toch een heleboel mensen die zijn gaan twijfelen, hè? Ja, dat is natuurlijk... Dat zei je dan, niet? Dat heb ik laatst voor de televisie ook zo'n heel gezellig gesprek. En dan zei hij, ja, ik twijfelde aan of ik wel twijfel. Wat zei hij? Ik twijfelde aan of ik wel twijfel. Oh. Dat is natuurlijk het hoogste. Als je dan twijfelt of je wel twijfelt. Nou ja, ik dacht, het is wel te beklagenswaardig mens... als je nou er nog aan twijfelt of je twijfelt. Ik heb nog een soort putjesclub... Dat doe ik ook. Wat is dat? Mensen die in de put zitten, doe ik de Putjesclub. Ja, dat is een leuke naam. En we zo lol als ze binnenkomen. Ik zei, ja, nee, Putjes. Ik zeg tegen mij, joh, jij als ze bellen, dan zeg je maar, ik ben de secretaresse van de Putjesclub. En die heeft u nu nog? Nu? Heb ik nog, maar ik heb er al verschillende uit de put gehaald. Heb ik afgeloosd. Die zijn eruit. Ja. En allemaal Rooms-Katholieken? Nee, ik had dan het bejaardenhuis, was, daar zitten ook allerlei gezinten. En ja, dat was een gereformeerde juffrouw, daar ben ik ook geweest, een mevrouwtje. Ja, zegt ze, pastoor, ik zit zo in de put, ik zit zo in de put. Ik heb het idee dat ik helemaal niet verlost ben. Ze zegt, nou ja, vooruit. Dat is nou wat, ik zeg, dat is nou toch iets. Jij bent absoluut zeker verlost, zegt ze. Ja, maar ik zeg, Christus is voor alle mensen gestorven, daar ben jij toch ook bij? Ze zegt, ja, maar ik ben nooit naar de kerk geweest. Ook niet naar de gereformeerde kerk. Ik zeg, nou ja, kijk, als ik gereformeerd was, ging ik ook niet naar de kerk. Want jullie zijn het niet verplicht. Juist anders bij de katholiek. Toen krapte ze al aardig op. Ze zegt, nou, heb je me goeds mee gedaan? Je bent helemaal niet verplicht. Dus dat heb ze vandaag afgezet. En dan begon ze te lachen. Ik denk, kijk, dit nou, is ze erg dankbaar. Ik zeg, kom maar nog eens komen praten, zegt ze. Ik zeg, ja, we zitten nou niet meer in de put. Niet meer in de gereformeerde put. Ja. Heeft u zelf wel eens in de put gezeten? Nee. Nee, eigenlijk niet. Echt niet? Nee. Ik zit, ja, je hebt moeilijkheden, maar zat ik niet in de put. Ik wist toch wel dat ik eruit zou komen. Maar je hebt allemaal moeilijkheden natuurlijk. Ja, je is niet, dat zei Toon Hermans ook leuk. Het leven is geen rechte lijn. Voor niemand, want dan zou het saai worden. Het leven is... Een bergketen, dan is naar beneden en dan is naar boven. Dat zei Toon aardig. Dat is het echte leven van iedere mens. Ja, het is een priester ook. Maar dan hoef je nog niet in de put te zitten als je beneden zit. Nee, dan ga je weer naar boven. Kom je weer hoger. Ja. Ja, tuurlijk. Meneer Mulderman, die wil per se in een koets begraven worden. Niet in een auto. Hoe is dat bij u? Nou, kijk, als ik maar niet hoef te lopen. Dat hebben we één keer meegemaakt. Er kwam er een die wil begraven worden. Die zegt, zesde klas. Ja, jong, ik zeg, dan moet jij gaan lopen met een kaars. Daar hebben we niks voor. Het maakt het u ook wat uit of u in een auto of in een koets wordt weggereden? Nee, dat maakt mij geen verschil. Ze maar niet laten staan. Deze uitzending gebeurt op hemelvaart. Ik ga liever met een auto, dan heb je meer vaart naar de hemel. Dan ben je er eerder. Pastoor, dat is toch milieuverontreiniging met van die uitlaten. Want het zijn vandaag een dag allemaal tweedehands Cadillacs... die ze uit Amerika laten komen. Want dan mogen ze nooit langer dan een jaar lopen, want dan zijn ze ouderwets. Ja. En bij Van der Lans hadden ze er een die was van binnen helemaal met witte zij gevoerd. Die lijkwagen, mooi, ook een Cadillac. Maar die werd heel oneerbiedig Sneeuwwitje genoemd. Nou, dat vind ik nou niet de laatste gang met Sneeuwwitje. Dan... Nee.
Nee, ik zou begraven willen worden in die huis, in die auto van meneer Drieënhuis. Daar zat ik zo geriefelijk in vanochtend. Dan zou ik een leuke auto vinden van de NCRV. Om door de NCRV naar de hemel gereden te worden. Nou. Ja. Ja. Maar ik denk niet dat hij halfweg komt, meneer Pasteur. Nou, we hebben nou 2 uur gereden, dus het ging best. Totdat we hier waren, onzalige bossen. Vind ik helemaal fout. Ze moeten hier hangen, ja, weet ik wat, zalige bossen. Ik vind hier zalig in de natuur. Als u hem zalig spreekt, meneer Pasteur. Dat heb ik al gedaan. Ik verklaar deze bossen voor zalig. Dank u wel, meneer Pasteur. Maar jij kan ook best in het wind begaan worden, wat jij zegt nou over die onschuld. Maar ja, als je natuurlijk ons weer bemint, dan ben je meteen niet wit. Dan ben je alles weer kwijt. Dat weet ik niet. Ja, ik denk dat er een laatste... Nou wel weer. Gelooft u niet dat er een laatste gericht is? Ja, tuurlijk. En als ik daar door de mand zou vallen, dan heb ik me al in het wit laten begaan. Als je maar vertrouwt op de barmhartigheid van God, dan val je niet door de mand. Dat doe ik. Ja, ik vertrouw wel op de barmhartigheid. Nou ja, Daan, als je dat nou vasthoudt, dan zit je hier goed. Maar ik wil toch niet een voorschot nemen op de barmhartigheid. Ja, dat kun je gerust doen, een voorschot. Want die barmhartigheid is eindeloos, die raakt nooit uitgeput. Je kan zoveel voorschotten nemen als je wil. Dat zegt u wel erg laat tegen mij, meneer Pasteur. Dat had ik met 20 jaar moeten weten. Je bent nooit te oud om wat te leren. Nee, dat is waar. Gelijk een vuurpijl. Wiet, booms, naar boven. Nee, zo gaat men niet ten hemelwaars. Maar gelijk een witte duif. Fladari, fladara. Zo is het. Als ik begraven word, word ik niet begraven. Dan worden de restanten, die oude overjas van mij, die wordt dan weggedragen. En daar kan je nog aan denken, maar je moet niet denken dat is Daan Modderman. Nee. Heeft u zich wel eens een voorstelling gemaakt van het hiernamaals? En dan ben ik natuurlijk een paardenman. Ik zie dat meer zoals de Indianen dat zagen. De eeuwige jachtvelden, alles prachtig zonnig. En grazige weiden, dat wordt ons ook verteld. En dan natuurlijk veel paarden die daar rondrennen. En dan heb ik altijd zo het idee. Maar dat komt om met mijn hobby voor Beethoven. Ik denk altijd dat dan een symfonie van Beethoven op de achtergrond hoorbaar zou zijn. Als wij daar wandelen tussen de bloemen. Ja, als ik daar mag komen. En u, pastoor? Heeft u zich daar... Ja, kijk, ik steun op de apocalyps. Daar heet visioen van de hemelse tatuïne. Dat is buitengewoon mooi. Dat zal ik eens even beschrijven. Dat is nog maar een zwakke afbeelding. Dan krijg je eerst... De muren die waren van jaspis, dat is een edelsteen. Dan krijg je de eerste 4 fundamenten. Jaspis, saffier, chalcedon, smaragd. Topaas, chrysopaas, hyacint, amethyst. 12 kleuren in allerlei soorten. En de vloer van zuiver goud, schitterend als kristal. En 12 poorten. De poorten van Jeruzalem. Iedere poort 1 parel. En een lamp is daar niet nodig. Want God zelf is het licht die door het Lam Gods alles verlicht en begeestigt. Maar dat was het visioen van Johannes op het eiland Patmos. Patmos, ja. Dat weet jij. Ja. Je bent bijbelvast. Houd je ervan. Ik vind het erg veel stenen. Ik zie ja, meer, dat hoort meer weiland en zo. Die zijn er ook, mooie lanen, paarden. Er worden ook paarden vermeld in de Apocryst. Ja. De 4 ruiters van de apocalypse. Nee, dat weet je ook wel. Dus daar kan jij er ook nog bij denken. De 4 mooie paarden. Zoals ze op de wereld niet bestaan.
Ja. Maar voor jou wat? Dat is je kom je daar tegen. Kun je ze haver geven wat je haver kist. Moet ik herdacht worden op die steen? Van mij hoeft er niks op te staan. Niks? Niemand mijn naam hoeft er ook niet op te... Ik was toch niks? Ik was niks. Ik ben gewoon een doodeenvoudige paarden... schop en bezen noemen ze zo iemand die in de stallen werkt. Ik hoef helemaal niet op een steen te staan. Helemaal niet. Ik kom wel naast mijn oudste broer. Als die een steen heeft als goede koop, dan kan ik ernaast. Ja, nou, en waarom moet er dan nog een grafschrift? Want na 10 jaar word je opgeruimd tegenwoordig. Er komen zo ontzettend veel mensen dat er moet zelf weer een nieuw kerkhof, dan moet er opgeruimd worden. Ja, en dan maken ze daar, heb ik gehoord, lijm van je, geloof ik. Ja, lijmstoffen. Als ze botten gaan koken, ja, dan komt dat eruit. Klaar. Ja, Hommer. Dit is hem, de koets. Ja, dat was hem. En het is hem nog steeds. Ja, wat is er mee gebeurd, meneer Molleman? Met die koets, die is... meneer Kraai die heeft na de begrafenis... is hij hier naartoe gereden om de paarden uit te stallen. Sindsdien is hij hier geweest. Meneer Kraai die heeft hem nu gekregen van vader. Oh. Vader heeft hem vermaakt, eigenlijk, zoals dat heet, aan meneer Kraai. Meneer Kraai die gebruikt hem voor begrafenissen van meestal echte paardenmensen ook... die vader goed gekend hebben. Vader had een tweelingbroer, zoals u misschien weet. En die heeft nog 5 jaar geleefd. En die is toen ook begraven op dezelfde begraafplaats. Met deze lijkwagen. En bovendien heeft meneer Kraai altijd gezegd dat als hij zou ophouden met de stalhouwerij, ja, dat ik recht op de lijkwagen had weer. Dus u krijgt hem waarschijnlijk weer terug? Ik krijg hem waarschijnlijk terug. In ieder geval weet ik zeker dat ik ook in die lijkwagen begraven kan worden. Ho diemi, kras tibi, heden ik en morgen gij. Ja, ik was een keer op een mooie zonnige zomerdag was ik de wagen schoonmaken. Want je weet nooit de dag dat de schepper je oproept... En de zaak moet in orde zijn. En ik zat binnen die wagen te poetsen en te verven. Toen kwam er een jong stelletje langslopen. En die bleven staan, waarop dat meisje zei... Oh Jan, wat een eng ding, wat is dat? En zei die kindje, hoef je niet zenuwachtig te maken. Dat is een ouderwetse begrafeniswagen. Het is een begrafenis, dat is toch eng? Zei die wel, nee kind, dat is de weg van alle vlees. En op dat moment steek ik net als nu... Mijn kop door de gordijnen. Ik zeg heden ik, maar morgen gij. En toen begonnen ze allebei te gillen en ze renden zo hard ze konden ginds het bos in. En dat waren nog wel de onzalige bossen. Zo was het. U was ook degene die meneer Molleman heeft begraven op de bok, hè? Ja. Wij zouden hem begraven wie het eerste stierf. Hij of ik. En zo hebben we dat afgesproken. Onder een genot van een borreltje. De mensen die wouden gewoon waar meneer Modderman in gelegen had... in de begrafeniskoets, de wouden die mensen. Ze bellen van overal vandaan en dan zeggen ze... wij willen in die koets begraven worden. Ook veel jeugd. En niet alleen maar oudere mensen. Dus ook kinderen? Kinderen, ja. Ja, en ik bedoel... toen meneer Modderman gestorven was en begraven had,
Toen was er een meisje van Regeling. En was 13 jaar oud. Had 2 jaar aan tegen kanker zitten vechten. En toen gingen wij naar de wintersport. En toen komt die vader bij ons. En die zegt hij... Ome Gert, je moet eens even bij mijn dochter komen. En dan zegt ze... Ome Gert, zou je me in die zwarte koets willen begraven? Nou, dan ben je, ik ben niet zo groot. Maar dan ben je nog veel kleiner, want dan ga je door de grond. En dat meisje... En toen zeg ik, maar we gaan net naar de wintersport. Ik doe dat absoluut. En toen zeg ik, maar over een week zijn we er weer. En dat meisje, dat was zo ziek. En ik gaf er een kusje op de wang. Nou, mijn lippen die bleven er bijna aan zitten. Zoveel koorts had ik. En ik heb toch nog een week gewacht om te sterven. En ik kwam een maandags kwam ik er weer, of zonder smiddags kwam ik er weer. En toen gaf ik er nog een kusje en de volgende dag was ze dood. Hij heeft gewoon gewacht dat ik weer thuis was. Meneer Kraaij, zijn het alleen paardenmensen die in deze koets willen? Nee, verre van dat. Die meneer Modderman, die hield veel van vrouwen. Van heel veel vrouwen. En, maar, er waren ook zoveel vrouwen die zoveel... van hem hielden. En ze waren gewoon gek op hem. Ja. Mijn schoonvader zou wel zeggen... dit is een heel apart wat ik nu zeg. Hij denkt dat hij er een groot puntje aan heeft, zei mijn schoonvader. Dus heel veel vrouwen willen ook in deze koets begraven worden? Ja. Ja. En staat er nog iemand in de wachtlijst? Ja, er staan er een stukken wat in het boek. Maar dat weet ik niet en daar zeg ik ook niet de naam van of zo. Er staan er al mensen die dan op het programma staan om een keer te gaan sterven, willen in deze koets. Dus ik kan, als ik wil, bij u ook in het boek komen? Ja, dat kan. Nou, moet u maar even noteren dan. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar dan moet u wel de naam en adres en een kleinigheid vooruit betalen. Ik sta langs de wagen en ik weet dat ik een heel rijk en goed leven heb gehad... dat ik misschien niet eens verdiend heb. Nee, dat denk ik dan wel, want ik vond het geweldig. En dat is nu afgelopen. Ja, nu. En dan gaan we ergens anders naartoe. Ik geloof. En dat maakt mijn leven rijk. Want daar heb ik toekomst, niet? Nu zal ik doodgaan en er zal blijken dat er helemaal niks... dat het allemaal poppenkast als het er niks is. Dan heb ik een rijk leven gehad, ergens naartoe.